Goedemorgen. In het noordoosten van het land is het gevaarlijk op de weg door ijzel die de hele ochtend kan aanhouden. Het KNMI heeft code rood afgekondigd in het noordoosten. Wie niet per se de weg op hoeft, kan maar beter thuis blijven. De waarschuwing geldt voor de Waddeneilanden, Groningen, Friesland, Drenthe en het noorden van de provincies Flevoland en Overijssel. Goedemorgen. Goedemorgen. Schuifelend naar het station. Ja. Express komen lopen in plaats van de fiets? Ja, lopen. Ik ben niet gewoon op de fiets en het glas. Ja, er rijden geen treinen. Nee? Oké. Okay. Ik heb nu 3 kwartier over gedaan om hier naar het station te komen. En lopend, fietsend, vallend. Ja, en nu ga ik weer terug naar huis. Voor niks naar het station gekomen? Nee, ik was alweer onderweg naar Leeuwarden. En daar halverwege ben ik maar weer teruggegaan. Want toen kreeg ik het bericht dat de school waar ik op werk toch dichtging. Dus ik ben in Buitenpost geweest en ik ben weer keurig teruggegaan hier naar Groningen. Dus ik ga straks weer naar mijn eigen koffie toe. Ik ben hier aangekomen vanuit mijn dorp en ik wil nou weer terug, maar... Niet mogelijk. Ik moest nog verder, maar doe maar niet. Ik ga straks weer terug, wanneer het mogelijk is. Naast de fiets? Ja, nee, het is echt spekglad buiten. Ja, ik ben echt 5 keer onderuit gegaan op de weg hierheen. Dus nu zijn alle treinen en bussen geschrapt tot 10, 11 uur. Dus nu maar weer naar huis, ja. Afgelopen avond en nacht zijn door de gladheid tientallen ongelukken gebeurd. Veel auto's en ook vrachtwagens zijn van de weg gegleden. Voor zover bekend zijn er geen doden of zwaar gewonden gevallen. De problemen met de gladheid houden nog even aan. Ook vanmiddag kan het gevaarlijk zijn door ijzel en sneeuwresten. En in Groningen is verslaggever Tanja Brown. De laatste meneer zei, treinen, bus rijden niet tot 10:30. Hoe zit het precies met de treinen? Zit er al een klein beetje schot in? Nou, daar valt nog helemaal niks over te zeggen. Je zag het, en mensen kwamen met veel pijn en moeite naar het station toe. Met vallen en weer opstaan. Om er hier dan achter te komen dat er niet of nauwelijks treinen rijden. En de treinen die rijden hebben zeker een uur vertraging. Nou, net kwam er bijvoorbeeld wel eentje aan. Maar ja, als die mensen dan verder willen met de stadsbus, je ziet het, helemaal verlaten. En in eerste instantie zou dat maar tot 9:00 duren. Nu zeggen ze, ja, we moeten het echt aanzien wanneer die bussen weer kunnen gaan rijden. En dat geldt ook voor de treinen. Ja, het KNMI raadt mensen dus aan om gewoon maar thuis te blijven. Ik heb het gevoel dat bij jou vanochtend ietsje drukker was en nu stiller. Is het zo? Houden mensen zich aan dat advies? Ja, inderdaad. Vanmorgen, zo rond 7:00, was het hier veel drukker dan nu. Mensen probeerden echt nog om op hun werk of naar school toe te komen. En inmiddels denk ik dat de meeste mensen wel doorhebben dat dat een vrij moeizame operatie is om dat te doen. En dat ze inderdaad thuis blijven. Hier en daar schuifelen nog wel wat mensen over straat. Maar verder wordt het hier heel erg rustig. Scholen houden hun deuren dicht. Ook in Friesland en Drenthe besluiten steeds meer scholen om dicht te blijven. De universiteit hier in de stad blijft in ieder geval tot 12:00 dicht. Dus het is inderdaad rustig. Dankjewel, Tanja vanuit Groningen. President Obama heeft maatregelen aangekondigd om het vuurwapenbezit te beperken. Hij wil dat doen zonder de wet te wijzigen om tegenwerking van de Republikeinen te voorkomen. Obama wil dat alle wapenverkopers een vergunning aanvragen en worden geregistreerd. Zelfs al verkopen ze de vuurwapens via het internet of op beurzen. Die verkopers moeten dan ook de achtergrond van hun klanten laten checken. Het goede nieuws is dat dit niet alleen aanbevelingen zijn die in mijn bevoegdheid liggen. Het zijn ook plannen waar de meerderheid van de Amerikanen, inclusief wapenbezitters, vertrouwen in heeft en in gelooft. Wapenbezit is wijdverspreid in de Verenigde Staten. Veel Amerikanen zien het hebben van een vuurwapen als een grondrecht. Elke keer dat de president het wapenbezit wil beperken, komen mensen juist wapens kopen. Daar kun je aan zien dat mensen zichzelf willen beschermen. De FBI krijgt 230 extra rechercheurs om de achtergrond van mensen te checken die een vuurwapen kopen. De Chinese aandelenbeurs lijkt te zijn gestabiliseerd. Gisteren was een dramatische dag. Toen werd de handel in Shanghai stilgelegd om een al te scherpe koersdaling te voorkomen. Ook de Amerikaanse en Europese beurzen hadden een uitzonderlijk slechte start van het nieuwe jaar. De zorgen over de vertragende groei van de Chinese economie trokken ook hier de koersen naar beneden. Vanochtend opende in China de handel nog 3% in de min. Maar de koers is weer opgekrabbeld naar het niveau waarop de beurs gisteren sloot. De Amerikaanse overheid spant een civiele rechtszaak aan tegen Volkswagen
vanwege de schommelsoftware. Er staat Volkswagen waarschijnlijk een miljardenclaim te wachten. In de aanklacht zegt de Amerikaanse overheid dat Volkswagen illegale software heeft geïnstalleerd in dieselauto's. Zo lukte het om tijdens testen veel minder schadelijke stoffen uit te stoten dan wanneer de auto's echt rondreden. En dus heeft Volkswagen jarenlang extra luchtvervuiling veroorzaakt. In september gaf het Duitse bedrijf al toe dat er is gesjoemeld. Sommige van die auto's die stoten wel tot 40 keer de hoeveelheid uitstootgassen uit dan is toegestaan onder de Amerikaanse wet. Het gaat in deze zaak om zo'n 600.000 Volkswagens. En men gaat proberen om per auto enkele tienduizenden dollars aan boete te claimen. En als je dat dan allemaal bij elkaar optelt, dan kom je, schrik niet, tot een maximaal bedrag. Hoeft niet uitgekeerd te gaan worden, maar tot een maximaal mogelijk bedrag van 19 miljard dollar. In Keulen zijn in de nieuwjaarsnacht tientallen vrouwen aangerand en beroofd. Dat heeft de Duitse justitie bekendgemaakt. De politie spreekt van een volledig nieuwe dimensie van geweld. Ook in Hamburg en Stuttgart zijn in de nieuwjaarsnacht op grote schaal vrouwen lastiggevallen en beroofd. Op YouTube is te zien dat de sfeer grimmig was op het plein voor het Centraal Station in Keulen. Wat later op de avond gebeurde het hier. Tientallen vrouwen werden door groepjes mannen omsingeld, beroofd en betast. 60 slachtoffers hebben al aangifte gedaan. En volgens de politie kunnen dat er nog meer worden. We gaan ervan uit dat nog niet alle misdrijven bij ons bekend zijn. Daarom roep ik alle slachtoffers op zich bij de politie te melden en aangifte te doen. Tenminste één vrouw is verkracht, zegt de politie. Ze zeggen ook dat de daders dronken waren en een Arabisch of Noord-Afrikaans uiterlijk hadden. De burgemeester vindt het een schande. Deze aanvallen zijn ongehoord. Het mag en kan niet zo zijn dat mensen die naar Keulen komen om feest te vieren, bang moeten zijn om aangevallen te worden. Morgen houdt ze crisisoverleg met de politie. Het nieuws uit de kranten. Er dreigt in Nederland een nieuwe onderklasse van vluchtelingen te ontstaan die nauwelijks aan werk komt en in de criminaliteit belandt. Dat blijkt uit nieuw onderzoek en de Volkskrant schrijft erover. Het zou gaan om asielzoekers die in de jaren 80 en 90 naar Nederland kwamen. De onderzoekers vinden dat de overheid veel meer moet doen om nieuwe vluchtelingen sneller aan werk te helpen. Er zijn elk jaar zo'n 40.000 geweldsincidenten in vliegtuigen. En dat wordt er steeds meer. Dat staat in de Telegraaf. Zondag was er nog een steekpartij aan boord van een KLM-vlucht naar Peking. Luchtvaartorganisaties pleiten voor nog strengere regels en zwaardere straffen. In Trouw een artikel over autoleasebedrijven. Die hebben vlak voor de jaarwisseling massaal hybride en andere groene auto's gehamsterd. En die worden nu met belastingvoordeel aangeboden. Leaserijders profiteren daardoor nog 5 jaar van het lagere tarief op de CO2-zuinige auto's. Terwijl het kabinet juist dit jaar stopt met de subsidieregeling. Het weer. Vanmorgen is het nog even droog. Blijft wel glad in het noorden. Blijft daar ook vriezen. Later op de dag valt vanuit het zuiden opnieuw regen. En daar wordt het zo'n 8 graden. Morgen is er nog steeds kans op gladheid, vooral in de noordelijke helft van ons land. En daarna verdwijnt de winterkou. Er is wel elke dag kans op regen. Het volgende journaal is om 10 uur met Noortje van Oostveen. Prettige dag nog.